Misschien is deze brouwerij wel bekender dan het dorp waar hij gevestigd is. We zien Wielray. En kan het Limburgser de brouwerij met daarnaast de kerk, de Sint-Gertrudiskerk. En we zien hoe de geul langs de brouwerij loopt en verder meandert door haar dal richting Maas. Op de andere oever van de geul het kasteel Wielray. De eerste vermelding van een bouwsel op deze plek dateert uit 1040, bijna 1000 jaar geleden. Het huidige gebouw is uit de 17e eeuw. De huidige bewoners bouwden in de tuin een klein museum voor hun kunstverzameling. We vliegen in zuidelijke richting met een prachtig uitzicht over het heuvelland, met helemaal in de verte een grijze band. Dat zijn de Ardennen. Hieronder in het dal ligt Gulpe. Door het dorp stroomt de Gulp, die daar linksboven in beeld uitkomt in de geul. Het gemeentehuis van de gemeente Gulpe-Wittem is gevestigd in dit oude klooster tegenover de Sint-Petruskerk. En ja, kan het nog Limburgser? Hier in Gulpe ligt de brouwerij zelfs pal tegen de kerk aan. Midden in het dorp wordt Gulpener gebrouwen. En aan de overkant van de straat maken ze ook nog Gulpener mosterd. Gulpe is een toeristenstad in een toeristengebied. Zwembad Mozaqua trekt mensen uit de hele omgeving. En in het hoge gebouw daar is een klimhal gevestigd. Wielre heeft een kasteel, maar Gulpe ook. En wat voor een. Vanaf de Rijksweg Maastricht-Vaals zie je de torens uitsteken boven de bomen. Maar van boven zie je pas de echte pracht van het gebouw. De oudste delen zijn uit de 14e eeuw. De laatste adellijke bewoners waren de familie de Marchand et d'Ansembourg. Nu is het bezit van zakenman Piet Dassen en moet het kasteel nog een definitieve bestemming krijgen. En aan het eind van deze aflevering nog één keer het uitzicht over Gulpe en daarachter het Geuldal met Wielray.